Oké, hoi, welkom. Ik wil vandaag gaan kijken naar een van de basisvaardigheden uit scheikunde. Een van de dingen die je als eerste leert. En dat is het kloppend maken van reactievergelijkingen. En om dat te bespreken wil ik eerst even kijken naar hoe überhaupt een reactievergelijking tot stand komt. Wat geven we nou eigenlijk weer in een reactievergelijking? Daarna gaan we kijken hoe we hem kloppend maken. Dat komen we eigenlijk vanzelf dan al tegen. Daarna doe ik een wat uitgebreider voorbeeld, een wat ingewikkelder voorbeeld. En ik eindig met een aantal tips en tricks om het iets gemakkelijker te maken. Om te zorgen dat je het wat soepeler kan doen. Ook als je uiteindelijk op een toets hele lastige reactievergelijkingen krijgt om kloppend te maken. Dus, reactievergelijkingen kloppend onderwerp maken is het onderwerp van vandaag. En voor we daarbij beginnen, ga ik eerst even iets terughalen. En dat zijn de zogenaamde reactieschema's. Dat is eigenlijk waar we mee zijn begonnen. Dat is de basis van wat we op dit moment weten. Nou, wat is een reactieschema? Een reactieschema geeft eigenlijk weer wat er tijdens een chemische reactie gebeurt. En dat doen we dan in de vorm door eerst de beginstoffen te noteren. Dat kan meervoud zijn, dat kan ook maar één stof zijn. Dus beginstof of beginstoffen. Dan noteren we altijd een pijl en dan geven we daarna aan wat we noemen producten zijn. Eén of meerdere. En een reactieschema geven we in woorden weer wat er dus eigenlijk gebeurt tijdens een chemische reactie. Voorbeeldje. Een chemische reactie tussen waterstof. Waterstof is bij kamertemperatuur een gas. Dat schrijven we ook vaak op. Tussen haakjes G erachter. En waterstof kan reageren met stikstof. Ook een gas bij kamertemperatuur. En als we die reactie uitvoeren, dan kunnen we ammoniak maken. En ook ammoniak is een gas. Dus dit is een voorbeeld van een reactieschema. Dit geeft weer wat er eigenlijk gebeurt. Twee beginstoffen, één product. Nu de reactievergelijking. Waar gaat het nou om in een reactievergelijking? Nou, het is ook een reactieschema. Maar nu gebruiken we in plaats van de namen, de woorden voor de chemische stoffen, gebruiken we de formules. Dus formules in plaats van namen. En dat heeft uiteindelijk in de scheikunde allerlei voordelen. Dus vandaar dat we al heel snel alleen maar reactievergelijkingen gebruiken. En we nooit meer die reactieschema's in woorden. Bijna nooit meer. Nou, hoe ziet dat er dan uit voor ons voorbeeld? Dus, nou, dan zien we het volgende voor zijn komen. Nou, de formule voor waterstof is H2. Dat is gewoon zo'n dingetje, dat moet je uiteindelijk een keer uit je hoofd leren. Heel veel formules van stoffen kan je gewoon vinden in tabellenboekjes of zijn misschien gegeven in de toets. Maar er zijn ook een heleboel formules die je wel eigenlijk een beetje uit je hoofd zou mogen leren. Waterstof is wel een van die formules, komt gewoon heel vaak voor. Voor stikstof geldt hetzelfde, stikstof is N2. En nog steeds ook een gas. Dan naar ammoniak. Ammoniak heeft de formule NH3. Dus wat betekent die formule? De formule betekent dus dat er in een molecuul stikstof, in een molecuul ammoniak, zit één atoom stikstof en drie atomen waterstof. Ja, dat is wat die formule weergeeft, NH3. 1N, want die 1 geven we niet weer, die laten we eigenlijk altijd weg. En 3 H's. Maar als ik nu naar deze reactievergelijking kijk, en we kijken er heel kritisch naar, dan zien we dat het eigenlijk helemaal niet kan. Dus kan dit wel? Vraagteken, uitroepteken. Nou, wat is hier nou mis aan? We hebben op dit moment geen wat we noemen atoombalans. Wat bedoel ik daarmee? Als ik nou kijk links. Links zie ik twee haartjes. Rechts zie ik drie haartjes. Dus we hebben twee waterstofatomen erin gestopt en we hebben er drie uitgekregen. Dat kan niet. En dat is wat we noemen de atoombalans. Schrijven we even uit ook, want die atoombalans is waar het ons allemaal om gaat. Dus atoombalans gaat erom dat we aan beide kanten evenveel atomen van
Dezelfde soorten. Dat noemen we atoombalans. En dat willen we altijd hebben in een reactievergelijking. Er moet balans zijn. Er moet evenveel waterstof zijn aan de linkerkant als aan de rechterkant. Er moet evenveel stikstofatomen zijn aan de linkerkant als aan de rechterkant. Gaan we maar eens even beoordelen wat we op dit moment hebben. Dus wat hebben we nou nu? Ik zie op dit moment... Schrijf het hier even klein op. Nu, ik zie links... Boom, daar werd even mijn deur geslagen. Ik zie links zie ik twee keer H. En ik zie twee keer N. Wat zien we rechts? Rechts zie ik één keer N en drie keer H. Dus drie keer H, één keer N. Ja, dat zijn wel aan beide kanten vier atomen, maar ze zijn absoluut niet van dezelfde soort. En we willen dus echt dat die balans klopt met, hè, links evenveel H's als rechts. Dus dit klopt niet. Onze reactievergelijking is nog niet juist, hij is niet af. Nou, dat kunnen we gaan oplossen. Hoe doen we dat? Hoe maken we het kloppend, vraagteken? Dat is de grote vraag. Ik begin met hoe we dat absoluut niet doen. Veelgemaakte fout. Niet met grote koeienletters door formules te veranderen. Maar dan onthoud altijd heel goed, ammoniak is gewoon nou eenmaal de formule NH3. Eén molecuul ammoniak bestaat altijd uit één N en drie H's. Dus ik kan hier niet plotseling ineens gaan opschrijven, nou, als ik nou N2H2 doe, dan klopt het wel. Ja, in zekere zin heb je waar, als je hier N2H2 opschrijft, dan hebben we inderdaad evenveel H's en N aan de, links en rechts. Maar ik heb geen ammoniak meer in mijn reactievergelijking staan. Dus ik mag de formules nooit veranderen. Die moet je altijd laten zoals ze zijn. Wat kan ik dan wel doen? Wel, nou, door te spelen met de verhoudingen. Wel door te spelen met de verhoudingen. Zo, wel door te spelen met de verhoudingen. Nou, gaan we eens even kijken wat we kunnen doen met wat we hier hebben. Ik gebruik even mooi hier een hoek heb ik nog. Hop, het bord raakt een beetje vol. We hadden die vergelijking. Nou, wat wil ik? Ik wil aan beide kanten bijvoorbeeld evenveel n'en hebben. Dus ik wil hier twee n'en. Dat was de schoolbel. Hier twee n'en en rechts wil ik dan ook twee n'en hebben. Nou, hoe kan ik dat doen? Dat kan ik doen door te zeggen, hé, ik neem dit molecuul in verhouding tot dit molecuul twee keer. Dus dan schrijven we het volgende op. H2. En ik laat die fases eventjes weg. Iets minder ruimte. We noemen dat toestandsaanduidingen. Die hoef je ook lang niet altijd op te schrijven. Dus een beetje afhankelijk van je leraar. Dus goed vragen altijd van tevoren. Geeft twee keer NH3. Nu is mijn N-balans kloppend. Nu heb ik links en rechts twee N'en. Want ik heb namelijk twee keer het molecuul NH3. Nou, deze twee gaat over dit hele ding. Het gaat niet alleen maar over de N. Nee, het gaat over de hele NH3. Oh, dus ik heb ook ineens niet meer, zoals eerst, rechts drie haartjes. Nee, ik heb nu twee keer drie is zes haartjes. Ik heb er links twee, dus het verschil is eigenlijk alleen maar groter geworden op het gebied van de haas. Dus ik heb de N kloppend gemaakt, leuk, maar de haas is alleen maar nog spectaculair veel erger geworden. Maar kan ik dat oplossen? Zes haas, hoe krijg ik ook zes haas links? Een drie voor de H2 zetten. Dus dan zeggen wij drie keer H2 plus N2, dus één keer N2 eigenlijk, geeft twee keer NH3. Als ik nu ga tellen, heb ik dus nu drie keer links L, heb ik zes keer H en twee keer N. Wat heb ik R rechts? Rechts heb ik twee keer N en twee keer drie is zes keer H. Zes keer H, twee keer N. Dus nu heb ik hem helemaal kloppend gemaakt. Heb ik de juiste reactievergelijking. Hier staat hij. Zoals die hoort te zijn. Zonder dat wij formules hebben aangepast.
Ja, onthoud dat altijd goed, dat echt niet is toegestaan. Want dan gaat de reactievergelijking gewoon niet meer over de stoffen waar die eerst over ging. Dus dit is in de basis het kloppend maken en het idee, het concept van een reactievergelijking. Gaan we nu een stap verder en gaan we even kijken naar een wat ingewikkelder voorbeeld. En daarna pak ik een lijstje tips waardoor je dit altijd net wat gemakkelijker en wat sneller aan kan pakken. Zeker als reactievergelijkingen wat ingewikkelder worden, is dat eigenlijk wel hard nodig. Maar voordat we zover zijn, moet ik eerst dit allemaal eventjes wegvegen. Dus ik ben zo weer terug bij. Oké, zijn we weer terug. Gaan we verder kijken met een mooi voorbeeld. Oké, wat is het voorbeeld? Het voorbeeld is een verbranding van de stof C4H10, noemen we butaan. Verbranding betekent een reactie met zuurstof. En de producten die daarbij ontstaan zijn CO2, koolstofdioxide, en er ontstaat water, H2O. Mijn stift piept een beetje, maar... Het verschijnt op bord. Dus C4H10 met O2 geeft CO2 en H2O. Nou, op dit moment is die reactievergelijking absoluut niet kloppend. Ga het even ergens natellen, het klopt van geen meter. We gaan hem stapje voor stapje kloppend maken. Het eerste wat ik bijvoorbeeld kloppend kan maken is het aantal koolstoftermen. Links 4, rechts maar 1. Daar kunnen we wat aan doen. Dat kunnen we als volgt doen. C4H10 plus O2 geeft ons niet 1 molecuul CO2. Nee, er ontstaan 4 moleculen CO2. Op deze manier heb ik koolstof aan beide kanten kloppend. Gaan we door naar een volgende atoom. Dus bijvoorbeeld naar waterstof. Ik zie hier 10 waterstofatomen, ik zie er hier 2. Als ik nou 5 keer H2O heb, heb ik evenveel. Dus dat kunnen we ook doen. C4H10 plus O2 geeft, nou, 4 CO2, hè, dat hadden we net al aangepast. Je moet je aanpassing wel mee blijven nemen. En 5 H2O. Nou, dan houden we nog maar één atoomsoort over en dat is eigenlijk zuurstof. Ik zie hier 2 zuurstofatomen en ik zie die hier 4 keer 2 is 8. Vergeet dat niet, hè. Je aanpassing heeft daar al ook invloed op. 4 keer CO2. Dus dit zijn er 8 plus 5 keer 1, dus dat is samen 13. Dus ik heb 13 O'tjes aan de rechterkant en ik heb er maar 2 aan de linkerkant. Maar ik heb de linkerkant wel alleen maar in zuurstofoutjes zitten. Dus ik weet dat ik het helemaal daarmee kloppend moet maken. Nou, hoe vaak moet ik nou die O2 pakken om op 13 te komen? Ja, eigenlijk kan dat niet. Want dit is 2 en we kunnen dat nooit naar een oneven getal, naar 13. Tenzij we een beetje vals spelen en zeg ik, nou, deze 6,5 keer. 6,5 keer 2 is namelijk 13. Dit mag uiteindelijk niet. Dus dat gaan we wel hierna nog weer aanpassen. Maar in principe hebben we nu een kloppende reactievergelijking. Nou, hoe komen we dan van die 6,5 af? Door alle coëfficiënten, zo noemen we die getallen die we ervoor aan het schrijven zijn, al die coëfficiënten te verdubbelen. Als we die allemaal keer 2 doen, dan zijn we van die 6,5 af. Dus dan krijgen we 2 keer C4H10, want hier staat een 1, die we niet opschrijven. Dan krijgen we hier een 13, 13 keer O2... Onze pijl, dan wordt dit 8 keer CO2 en dit 10 keer H2O. Dus nu heb ik een mooie kloppende reactievergelijking opgesteld in een aantal stappen die je ook zelf kan afleggen. Ik heb hierbij stiekem wel wat trucjes uitgehaald. Ik heb dit trucje uitgehaald, die heb ik benoemd. Maar ik heb eigenlijk zonder het te zeggen ook nog een ander trucje uitgehaald. En dat is wel een hele belangrijke tip. En dan komen we dus op het laatste wat ik wil bespreken. Tips. En wat is het trucje dat ik nou heb uitgehaald? Nou, ik ben begonnen met koolstof. En daarna heb ik waterstof gedaan. En als laatste pas zuurstof. En daar is echt een reden voor. En die volgorde is heel belangrijk. Die maakt het namelijk veel gemakkelijker uiteindelijk. Wat is de belangrijkste en eerste tip? Begin met atoomsoorten. Begin met atoomsoorten die in zo min mogelijk verschillende stof
voorkomen. En dat is echt een hele belangrijke. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar koolstof. Koolstof komt in deze vergelijking maar in twee stoffen voor. Waterstof komt ook maar in twee stoffen voor. Nou, maakt niet uit of je met koolstof of waterstof begint. Dan was het allebei even veel makkelijker geweest. Maar zuurstof zie ik in drie verschillende stoffen. Op het moment dat je daarmee begint, dan wordt het daarna één grote warboel. Dus dat is een hele belangrijke tip om te houden. Begin altijd met iets wat ook heel gemakkelijk in één stap al meteen kloppend is te maken. Nou, dus dat is de eerste tip. Begin met atoomsoorten die in zo min mogelijk verschillende stoffen voorkomen. Tweede tip is eentje die ik wel benoemd heb, dat is met die 6,5. Gebruik gerust fracties, dus fracties, gedeeltes van echte getallen, bijvoorbeeld half. Gebruik gerust fracties, maar vermenigvuldig ze wel uiteindelijk weg. Dus vermenigvuldig ze wel uiteindelijk weg. Maar uiteindelijk is het een beetje lelijk geworden. Excuses ervoor. Nou, dus dat hebben we hier ook gedaan. We hebben 6,5 opgeschreven, niks meer aan de hand. Maar daarna hebben we wel gezegd, nou dan doen we alles keer 2. Alles keer 2. En is die weg. Nou, als je om wat voor reden dan ook, het zal niet zo vaak gebeuren, hier een 1/3 wil gebruiken. Prima, doe je alles keer 3. Is die 1/3 ook meteen weer weg. Nou, dus dat mag je gerust doen. Maar niet laten staan. In het eindantwoord moet het wel zijn wegvermenigvuldigd. Nou, we komen eigenlijk ook wel eens een keer toevallig het omgekeerde eigenlijk tegen. En daar moet je een beetje voor oppassen. Let op dat niet alle coëfficiënten, ja, zo noemden we die getallen die we ervoor zetten. Let op dat niet alle coëfficiënten deelbaar zijn. Nee, dat ga ik even anders opschrijven. Let op dat niet alle coëfficiënten vereenvoudigd kunnen worden. Als dat zo is, is deel ze dan weg. Bijvoorbeeld, alles deelbaar door 2. Dat is wel degene die het meest voorkomt. Dus als alle coëfficiënten, al die getallen voor je stoffen deelbaar zijn door 2, en dan nog steeds een geheel getal opleveren, dan moet je dat ook echt doen. We willen de reactievergelijking altijd zo eenvoudig mogelijk hebben. Dus nu staat er 2, 13, 8, 10... Dan kan dat dus niet, want 13 gedeeld door 2 is geen geheel getal. Maar als hier nou had gestaan 2, 14, 8, 10, dan zijn ze allemaal deelbaar door 2, allemaal deelbaar door 2. En dan verwachten we ook echt dat je dat doet. Als je dat niet doet, krijg je altijd een beetje score in mindering. Ook al heb je een reactievergelijking die wel atoombalans heeft. Nou, dus vergeet dat niet. Wees daar een beetje oplettend voor. Deelbaar door 2 is het meest voorkomend, maar soms is het deelbaar door 3 of deelbaar door 5 of wat dan ook. Dus dit zijn 3 tips waar je op kan letten, waarvan die eerste absoluut de belangrijkste is. Dat zorgt ervoor dat je daarna altijd net een stapje makkelijker er doorheen komt. Nou, dat was hem. Nu is het belangrijk om er mee te gaan oefenen. Dat kan natuurlijk gewoon met de methode die je hebt. Er staan ongetwijfeld opgaven in, maar ook op het web, op het internet. Als je in Google bijvoorbeeld even intypt, reactievergelijkingen kloppend maken, vind je een heleboel websites waarbij je dit heel goed kan oefenen. Ik zal kijken of ik er ook misschien een paar beneden kan delen met jullie. Yes, dat was hem. Graag gedaan en tot de volgende keer.